Hallo allemaal, Maurice van Nice to Meet hier. Op bezoek bij Rutger Tjalsma in Heerenveen bij het postkantoor. Ze staan hier bekend om vlees, het rijpen van vlees en het grillen van vlees. Kijk je in de keuken dan maar. Gaan we doen. Let's go. Het vlees hier wordt gerijpt voor 3 weken, hè, Rutger? Ja, 3 weken hebben we in de draaierskast hangen. Ja, zo onttrekken we vocht en concentreren het smaak. Deze runderen komen hier uit de regio. Het zijn Holsteiner koeien, melkkoeien en ze werken hier ook heel graag mee. Volgens mij is iemand aan het grillen, hè, binnen? Volgens mij ook. Ze werken hier met een Argentijnse grill, hè? Jullie grillen zie ik op kokosbriketten. Laten we zien, jongens, hoe grillen jullie hier vanaf scratch? We hebben hier een mooie entrecote. Een vetkapje erop is natuurlijk lekker. We zouten hem natuurlijk voor. Ja. Dan leggen we hem lekker op de grill. Hey, hoe lang laat je hem liggen nu aan deze kant? Nou, het is ongeveer 40 seconden per kant. Ja. Dan natuurlijk mooie ruitjes erin grillen. Daarna laten we hem dus doorgaren in de Alsaciaan. Die hebben we op een temperatuur van 48 graden. Mooi. Dat zorgt ervoor dat het vlees niet doorslaat. Ja, die sappen mooi bewaard blijven. Lucas, kom maar door hoor. Kev, mooi gerust. Nog 5 minuutjes in de la, wat ze zeiden. Op 50 graden. Maar cuisson. Dik tevreden, denk ik. Zeker weten. Mooie volle smaak. Super. Wil jij deze nou ook proeven? Deze Dry Aged Entrecote bij postkantoor in Heerenveen. Reserveer of kom een keer langs. Rutger Tjalsma en zijn team. En je mag deze steak zelf ook lekker komen eten.